werk voor de VZ2 EW32 en wij maken Serious Urban Games. Dat zijn educatieve stadspelen voor jongeren die altijd gespeeld worden met een tablet en een digitaal spelplatform. En dat spel gaat het over een serieus onderwerp. En het spel dat we nu eigenlijk hebben kunnen verder ontwikkelen dankzij de PNV-stichting is Mayor at Your Town. En dat is een spel over jongerenparticipatie en inspraak. Wij geloven dat elke jongere een stem heeft of een mening heeft over de eigen stad of de eigen gemeente, maar dat ze niet altijd de tools hebben om die mening te uiten. En we denken dat Mayor at Your Town daar de oplossing voor is. In het spel gaan ze heel wat missies moeten volbrengen, opdrachten moeten doen. En voor die opdrachten gaan ze foto's maken, filmpjes maken, interviews doen met buurtbewoners. En op die manier gaan ze eigenlijk hun mening kunnen verkondigen op een manier die aansluit bij hun eigen leefwereld. Het basisidee van Mayor at Your Town was er eigenlijk al. We hebben daar ook een korte test van kunnen doen in Gent. Maar we merkten dat daar meer in zat, dat we daar meer wilden uithalen. Maar we hadden daar niet echt de funding voor. Die hebben we dan gevonden bij de PNV Foundation. En Sinterklaas is een van de steden die mee in het project is gestapt als pilotgemeente. We zijn het voorbije jaar in Sinterklaas bezig geweest met een groot belevingsonderzoek, Baas in Sinterklaas. Mayor at Your Town kwam voor ons als een geschenk uit de hemel, omdat die tool supergoed is om de stem van jongeren tot bij de beleidsmakers te brengen. De jongeren vonden het zelf heel leuk om met tablet de stad in te gaan en hun mening te kunnen geven aan de hand van foto's en video's. En de politici en de stadsmakers van Sinterklaas waren eigenlijk ook wel heel blij met de input. En de verkiezingen waren net achter de rug, dus nu hebben zij heel wat input om met de stem van jongeren aan de slag te gaan.